Morale, welkom. Maar ik ben blij dat ik nog een keer iemand zie. En normaal zit ik hier heel de tijd alleen op mijn eilandje tussen mijn kudde schapen. Ik was bijna in slaap gevallen. Van al die schapen totaal niet. Oh, ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben Arnulf, de schaapherder van de Graaf van Vlaanderen. 1000 jaar geleden had ik de eer om voor eerwaarde heer de Graaf van Vlaanderen, mijn baas dus, te mogen werken op zijn schaapboerderij. Op mijn visitekaartje stond hij: Arnulf, de schaapherder in dienst van de Graaf van Vlaanderen. Echt waar, hè? Ja, nee, het is niet waar. Visitekaartjes bestonden nog niet, hè? En ook de Graaf van Vlaanderen had ook meerdere schaapboerderijen, hè? Hier op dat eilandje Testerap. Ik had nog meerdere collega's, hè? Er was bijvoorbeeld één herderinnetje. Oeh. Zwat, hé. Alle bokjes op een hekkenheid. Warme. Ja, Testerap. Testerap is een tof eilandje vlak voor de Vlaamse kust met in het oosten Oostende, in het westen Westende en in het midden Middelkerke, juist. Het probleem was dat overstroomde constant. Dat was ik heb vreemd mijn best moeten doen om mijn schaapjes op het droge te houden. Nee? Hij zegt, Arnulf, het is weer een mopje, maar nee, het is geen mopje. Het is echt de waarheid. Trouwens, wist je dat je? In 1394 is Oostende 1.0, dat hier op het eiland Testerap lag, verzwolgen door de zee. En een beetje landinwaarts hebben ze Oostende 2.0 gebouwd. Ha! Testerap. Of Testeronder. Allee. Ik ga nog een beetje schapjes van taal amuseert u. Salut.